Meestal, als we iets ontdekken dat ons verstand te boven gaat, wenden we ons tot de wetenschap voor antwoorden. Maar zoals blijkt, heeft zelfs de wetenschap haar grenzen. In de video van vandaag bekijken we 10 vreemde ontdekkingen die wetenschappers hebben verbijsterd. Een 2000 jaar oud superzwaard, een onleesbaar manuscript en een mogelijke landingsplaats voor UFO's. Deze ontdekkingen leveren je meer vragen dan antwoorden op. Amazing! Woehoe! 10 Ulfbertzwaarden. Hoewel het meer dan 1000 jaar geleden is dat ze voor het laatst rondliepen, zijn vikingen ook nu nog berucht. Vooral om hun dapperheid en hun voorliefde voor veroveringen. Het meeste van de erfenis bestaat nu enkel nog in films. Toch geven een paar overblijfselen uit de oudheid ons een idee van hoe het leven was voor deze krijgers van eeuwen geleden. Een van zulke relikwieën zijn Ulfbertzwaarden. Een van de best bewaarde relikwieën uit de gouden eeuw van de vikingen zijn deze twee snijdende zwaarden die wetenschappers al jaren hebben verbaasd. Als je ooit de populaire tv-serie Game of Thrones hebt gezien, ben je waarschijnlijk bekend met het Valyrische zwaard. Een oud zwaard dat zo krachtig is dat het overal doorheen snijdt. Ulfbertzwaarden zijn hetzelfde, behalve dat, in tegenstelling tot Valyriënzwaarden, Ulfbertzwaarden levensecht zijn. Het meest intrigerende aan ze is de sterkte van het metaal waarvan ze gemaakt werden. Het materiaal, bekend als smeltkroestaal, is zo sterk en zuiver dat geen enkele smid uit die tijd het had kunnen bewerken. In feite werd deze kwaliteit staal in Europa nog 1000 jaar lang niet meer gezien. Tot op de dag van vandaag weten wetenschappers nog steeds niet hoe deze vroege zwaardambachtslieden zulke indrukwekkende zwaarden konden maken. 9. Drepanosaurus. Onze planeet is al miljarden jaren oud, maar we zijn hier nog maar een paar miljoen jaar. Dus er is nog zoveel dat we niet weten over onze voorouders. Wetenschappers hebben fossielen bestudeerd om beredeneerde gissingen te doen over hoe het leven er vroeger uitzag voordat wij er waren. Maar toch, met zoveel fossielen die nog ontdekt moeten worden, is het als het in elkaar passen van een onvolledige puzzel. Af en toe komt er een nieuwe vondst langs die ons duidelijk maakt dat we bijna niets weten over onze wereld. Het fossiel van de Drepanosaurus is een voorbeeld van zo'n vondst. Helemaal verbrijzeld ontdekt in Italië, moesten wetenschappers het stuk voor stuk reconstrueren om het te bestuderen. Uit wat ze vonden, maakten ze op dat het een uitgestorven reptiel was. Die conclusie duurde echter niet lang, want het tweede fossiel werd ontdekt in New Mexico. Ditmaal realiseerden ze zich dat het wezen een klauw had aan zijn poot. Hierdoor lijkt het dier meer op een zoogdier van nu dan op een dinosaurus of reptiel van miljoen jaren geleden. Wat is dit vreemde dier dan precies? Wetenschappers hebben geen idee. Voorlopig lijkt het erop dat elke poging om de zaak op te lossen nog meer vragen oproept. 8. Rattenkoning. Oké, als je kleinzerig bent, is het nu misschien een goed moment om even niet te kijken, want het volgende kan vervelend zijn om naar te kijken. Als je aanvankelijk denkt dat je naar een demonisch wezen uit de hel zit te staren, ben je niet de enige. Dit vreemde schepsel heeft eeuwenlang mythen en legenden geïnspireerd. Dit vreemde verschijnsel, dat de rattenkoning wordt genoemd, heeft mensen die de pech hadden tegen te komen de stuipen op het lijf gejaagd. En deskundigen jarenlang voor een raadsel gesteld. Sommige wetenschappers beweren dat het gewoon een zeldzame geboorteafwijking is. Sommigen zeggen dat het gevolg is van ratten die aan elkaar vastgeknoopt raken nadat ze in koude temperatuur geknuffeld hebben, terwijl anderen denken dat het veroorzaakt wordt door een soort kleefvloeistof die door de huid van een rat geproduceerd wordt. Uiteindelijk zijn wetenschappers het nog niet eens kunnen worden over wat dit verschijnsel precies veroorzaakt en het ziet er niet naar uit dat de verwarring binnenkort ten einde komt. 7. Marsmeteoriet. Meteoren zijn niet bepaald zeldzaam. In één jaar komen er minstens 6000 op de aarde af. Van die 6000 bereiken er ongeveer een 500-tal het aardoppervlak, waarvan de meeste niet meer dan ruimtepuin zijn. Maar in 1984 werd een meteoriet, met als naam Allen Hills 84001, gevonden op de aarde. Dit gesteente, waarvan de ouderdom op ongeveer 4,1 miljard jaar geschat wordt, was al meteen ongewoon. Maar bij nader onderzoek vonden wetenschappers iets nog vreemders op het oppervlak. Tekenen van gefossileerde bacteriën. Nu zijn meteoren niet meer dan ruimtestenen, dus er zouden geen tekenen van leven op moeten zijn. Daarom is het geval van deze steen zo merkwaardig. Sindsdien hebben wetenschappers geprobeerd uit te zoeken hoe deze rots ontstaan is. Toch is er, na talloze onderzoek in het lab, nog geen sluitend antwoord gekomen. 6. Grotten van Longman. Wat als er lang geleden een oude beschaving was die zo vooruitstrevend was dat ze zelfs sommige van onze beste technologie van vandaag evenaarde? Het klinkt gek, maar de mogelijkheid bestaat. De tijd die we op aarde hebben doorgebracht is immers maar een kleine fractie in de geschiedenis. Het probleem is echter dat veel van deze beschavingen onder de grond of diep in de oceaan begraven liggen, zodat het moeilijk is om onze vermoedens te bevestigen. Zo bouwden ze bijvoorbeeld deze ondergrondse bouwwerken die in de provincie Henan in China ontdekt werden.
minstens 2000 jaar geleden. Maar toch, als iemand je zou vertellen dat ze uit de toekomst komen, zou je geen seconde aan twijfelen. De bouwwerken bestaan uit meer dan 2300 grotten en nissen die over een afstand van 1 kilometer in de steile kalkstenen kliffen zijn uitgehouwen. Deze grotten bevatten ook bijna 110.000 boeddhistische stenen beelden, meer dan 60 stupa's en 2800 tabletten en pilaren met gekerfde inscripties. Wat ze ook zo intrigerend maakt, is hoe precies ze uitgehakt werden en hoe ze in zo'n opmerkelijke staat zijn gebleven. Telkens als onderzoekers deze site onderzoeken, eindigen ze altijd met meer vragen. Wie kerfde deze beelden? Hoe deden ze dat? En hoe heeft het de afgelopen 2000 jaar ongeschonden stand kunnen houden? 5. Nampa Stenen Pop. Een ander mysterieus beeldhouwwerk dat wetenschappers al meer dan een eeuw voor een raadsel stelt, is de Nampa Stenen Pop. In 1889 zocht een groep arbeiders naar water in de buurt van de stad Nampa in het zuidwesten van Idaho. Om een bron te maken boorden ze een gat van ongeveer 90 meter naar beneden, terwijl hun stoompomp stukjes klei uitspuwde. Tussen de hoop vuil ontdekten de arbeiders een piepklein stukje klei dat in de vorm van een geklede magere vrouw leek te zijn gegoten. Aanvankelijk klonk het verhaal als bedrog, maar al gauw bezochten veel wetenschappers de plek en zagen het beeldje met eigen ogen. Deze vondst was zo speciaal omdat ze de pop vonden op een diepte waar grond zou moeten liggen uit de Pliopleistocene periode, ongeveer 5 miljoen jaar geleden. Sindsdien hebben wetenschappers geprobeerd uit te zoeken hoe het daar gekomen is, maar alle pogingen tot nu toe hebben niets opgeleverd. Tot op de dag van vandaag blijft de herkomst van de pop in mysterie gehuld. 4. Piri reiskaart. In tegenstelling tot moderne kaarten die met GPS bijna je precieze locatie aanwijzen, waren kaarten uit de oude wereld niet meer dan benaderingen en beredeneerde gissingen. Hun nauwkeurigheid was zeer twijfelachtig. Toch stamt één van de nauwkeurigste kaarten aller tijden uit die tijd. Deze oude kaart werd opgesteld door een Turkse cartograaf en zeeman, Ahmet Muhyiddin, ook bekend als Piri Reis, in 1513. Reis verwees naar meer dan 20 verschillende bronkaarten en documenten om dit meesterwerk te maken. Het meest raadselachtige is dat de kaart Antarctica toont, zo'n 300 jaar voordat het ontdekt werd. En dat niet alleen. De kaart toont het continent ook als een landmassa zoals het eruit gezien zou hebben voordat het 6000 jaar geleden met ijskappen bedekt werd. En dat is niet alles. De kaart werd ook gemaakt met de Mercator-projectie, een techniek die pas mogelijk was bij de uitvinding van de chronometer in 1760. Sindsdien heeft dit stukje bewaarde gazellenhuid een hevige controverse in de wereld van de cartografie teweeggebracht. Hoe maakte Piri Reis deze nauwkeurige kaart zoveel eeuwen voor moderne hulpmiddelen? Was het een toevalstreffer of was er een oude beschaving die over geavanceerde navigatie en cartografievaardigheden beschikte waar we nog geen weet van hebben? 3. Voynich-manuscript. Als je het leuk vindt om voor je plezier codes op te lossen, heb je geluk. Dit 600 jaar oude Voynich-manuscript bevat 240 bladzijden merkwaardige cryptische teksten en illustraties, die erop wachten om ontcijferd te worden. Maar wees gewaarschuwd, honderden wetenschappers, cryptografen en taalkundigen hebben het allemaal jarenlang geprobeerd, maar het lijkt er gewoon op dat er geen ontcijfering van het geheime document mogelijk is. Het helpt niet dat het boek geen titel en geen auteur heeft. Terwijl sommige wetenschappers hebben beweerd dat iemand het manuscript bij wijze van grap in een of andere niet bestaande taal heeft geschreven, beweren anderen dat de afbeeldingen en teksten iets moeten betekenen. Als we het maar zouden kunnen ontcijferen. Het boek bevat diepgaande foto's van planten en teksten die ze schijnbaar beschrijven. Het is dus moeilijk voor te stellen dat iemand of een groep mensen al die moeite deed alleen maar om een grap uit te halen. Maar hoe we ook proberen, niemand heeft kunnen achterhalen waar het boek over gaat en waarom het in zo'n ingewikkelde code geschreven is. 2. Stonehenge. Al meer dan 5000 jaar is Stonehenge een mysterie. Het is opgegraven, geröntgend, gemeten en onderzocht. Toch blijft zijn doel één van de grote mysteries van de wereld. Het megalithische monument op de Salisbury Plain in Zuid-Engeland bestaat hoofdzakelijk uit 30 rechtopstaande stenen die in een cirkel staan met 30 horizontale, 6 ton wegende latijen. Het heeft ook een binnencirkel die bestaat uit soortgelijke stenen die op dezelfde manier geplaatst zijn. Maar wat was de bedoeling van dit oude icoon? Een begraafplaats? Een landingsplaats voor UFO's? Oké, dat laatste is het waarschijnlijk niet, maar de bedoeling van Stonehenge blijft een mysterie. 1. Walvisrotsen. Hier is een mysterieus ding waarvan je waarschijnlijk nooit gedacht had dat het bestond. Deze drie massieve structuren lijken op walvissen die naast elkaar zwemmen, maar het zijn eigenlijk bergen. Zijn ze dat wel echt? Je vindt ze in de provincie Buangkan in Thailand en men veronderstelt dat deze unieke zachte afgeronde stenen gevormd zijn door voortdurende tropische regens en wind. Ik zeg verondersteld, want niemand weet het zeker. Eerlijk gezegd is het enige dat we weten over deze bouwwerken dat we niets weten. Bijvoorbeeld, waarom gebeurde deze vorming enkel bij deze drie structuren en maakten de omringende rotsen niet hetzelfde proces door? Natuurlijk is dit allemaal in de veronderstelling dat het zelfs maar rotsen zijn om mee te beginnen. Voor zover we weten zijn ze misschien niet eens natuurlijk gevormd. Het zou het handwerk van oude beschavingen of buitenaardse wezens kunnen zijn.
Sommige mensen geloven zelfs dat het fossielen kunnen zijn van enkele oude reusachtige wezens. Maar tot nu toe heeft de wetenschap, net als vele anderen op deze lijst, het nog niet kunnen achterhalen. Wat denk jij dat het kan zijn? Denk je dat het rotsen zijn of buitenaardse structuren? Laat je gedachten horen in de comments.